In deze video ontwerpen we een filmclip die we achteraf invoegen in een flashmovie. Open een nieuwe movie in Flash. Creëer een nieuw symbool via de menuoptie invoegen, nieuw symbool of via de toetscombinatie Ctrl-F8. Selecteer in de keuzelijst type de optie filmclip en typ de symboolnaam filmclip bol. Klik op de knop OK. Je komt in het editvenster van de filmclip terecht. Teken op het werkgebied een gele bol en wijzig deze in een symbool van het type afbeelding. Geef het symbool de naam bol. Selecteer op de tijdlijn frame 25 en druk op functietoets F5. Rechts klik ergens tussen frame 1 en frame 25 en selecteer de optie Bewegings tween maken. Selecteer frame 25 en sleep op het werkgebied de gele bol wat naar boven. Selecteer frame 50 en druk op functietoets F5. Sleep de gele bol terug in zijn beginpositie van frame 1. Verlaat het editvenster van de filmclip door in de balk boven het werkgebied op de link scène 1 te klikken. We hebben nu een filmclip gemaakt van een gele bol die op en neer beweegt. We gaan deze clip nu toevoegen aan de Hoofdmovie. Open de bibliotheek en sleep een aantal instanties van het symbool filmclip Bol naar het werkgebied. Bewaar de movie onder de naam filmclip.fla en test de film uit via Ctrl-Enter.